Goedemorgen, welkom terug, bedankt voor het kijken. Mooie zonnige ochtend. Dit pad langs de beek gaan we verder afzoeken. Kijken of we wat leuks kunnen vinden. Zie je terug bij de eerste vondst. Wish me luck. Nou, een mooi begin. Oh, focus. 1 cent. Leeuwencent. En die ziet er nog hartstikke goed uit. Oh, 1927. En weer 10 eurocent. En 1 euro erbij. En weer een mooi signaaltje. Ah, gulden. 1973. Helaas geen zilver. Die eerste zilveren gulden moet nog steeds komen. Maar deze ziet er nog mooi uit. Op naar de volgende. Jongens, wat doet die deuzen te goed op zilver? Tadaa! Weer een zilveren kwartje. Hij is aardig versleten. Het jaartal kan ik nu heel moeilijk lezen. Ik moet hem gaan schoonmaken, maar... Ja. Wilhelmina met lang haar. Dus eind 1800, begin 1900. Ik hoop dat we hem een beetje schoon kunnen maken, dat we een jaartal kunnen krijgen. Een derde zilveren kwartje, dubbeltje zo heel veel, derde kwartje. Nu nog een keer zilveren gulden, dan ben ik helemaal blij. Maar het gaat super vandaag. Op naar de volgende. En weer een gulden, 1973. Blijven prachtige munten. Nou, die gulden gaf al een beetje een dubbel signaal. Daar lag het gulden. En het dubbele signaal kwam van net naast. Een 2 pfennig uit Duitsland. Jaren 60. Nou, en weer een leuke, komt die. 1 cent van zink uit de Tweede Wereldoorlog. Oorlogsgeld uit de crisistijd 1942. Ziet er nog super goed uit. Normaal zijn ze al helemaal verrot. Geweldig. €0,20. €0,05 gulden tijdperk. En 10 cent erbij. Op naar de volgende. Kijk eens. Prachtig muntje. Vreemde tekens aan de voet van het boompje gevonden. Maar ik dacht dat het een buitenlandse muntje. Maar kijk eens aan de andere kant. 1 tiende gulden, Nederlands-Indië, 1945. Ik had deze nog nooit eerder gezien. Super mooi muntje. Daar ben ik echt blij mee. Het is echt mijn leukste zilveren dubbeltje tot nu toe. Yes! Op naar de volgende. Nou, nog geen 2 meter naast het zilveren dubbeltje Nederlands-Indië. Ja, je ziet het al. Duitse adelaar met hakenkruis. Van zink uit 1940. De andere kant is wat slechter.
naar een 1 pfennig 1940 van Nazi-Duitsland. Deze kant ziet er echt nog redelijk goed uit. Bijzondere munt. Weer een Duitse munt. Deze niet uit de Tweede Wereldoorlog. Een stuk later. De jaren 80, jaren 90. 2 mark. Ook weer een leuke vondst. Nog niet eerder gevonden. En nog een keer zilver. Modern hangertje. Geen idee wat het voorstelt. Maar zilver is altijd goed. Nou, en dit is dan het eindresultaat. Heel veel muntjes. Dit zijn de toppers. Zilveren hangertje. Wil je meer zien? Abonneer dan even op het kanaal. Like deze video. En check ook even de Facebookpagina van Dutch Digger. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.